Goedemorgen, dames en heren. We zijn hier vandaag te gast in stal Hestegaarde in Beek en Donk voor de locatiekeuring. Samen met mijn collega Wil Thijssen gaan we hier vandaag de paarden keuren. Het zijn er, in de catalogus staan er 13 paarden aangemeld. De nummers 1 en 5 zijn afwezig. Dus we wensen de eigenaren veel succes en jullie thuis veel kijkplezier. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the inspection on at the location at Stal Hengstegaarde in at Beek en Donk. Today we're going to judge about 13 horses. The catalog you can download at the website of KFPS. And the number 1 and 5 are absent. We wish the owners good luck and you people at home a lot of fun watching the inspection. Thank you. Toelichting naar jullie toe. Uitstraling, voldoende uitsprekend hoofd. De hals is heel wat lengte, maar hadden we graag iets meer kap gezien. Oh, ja. Goedemorgen, dames en heren. De beoordeling van nummer 2. Een paard met een luxe uitstraling, een mooi sprekend hoofd. De hals heeft wat lengte, maar hadden we graag iets meer kap gezien. Hij is een beetje onderhals. De bouw heeft een sterke bovenlijn in, veel schoft, ook voldoende lang gelijnd, een goede romprichting. Beenwerk hadden we graag iets meer hardheid gezien, is wel voldoende correct gesteld. De stap heeft die takt, voldoende ruimte, we hadden graag iets meer kracht en ook iets meer souplesse gezien. De draf heeft die ook voldoende ruimte, we hadden graag iets meer dragend achterbeen gezien, iets meer onder de massa plaatsen. En iets meer opwaarts in lopen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het standboek met een derde premie. Number 2 is taken in het standboek met een third premie. Thank you.
Paard nummer 3, paard dat goed in het rastype staat, mooi gevormde hals heeft, ook mooie oprichting daarin heeft. Ook goed gebouwd, lang gelijnd, mooi evenredig, mooie schouder erin, lang kruis erin. Beenwerk is voldoende hardheid, ook goed rechtgesteld. Hij stapt heel makkelijk, ruim, actief, ook mooi ontspannen. De draf heeft hij ook veel ruimte, hadden we hem graag iets meer zien reizen, iets meer een... Op de achterbeen onderbrengt dat hij wat meer draging heeft. Heeft wel goede ruimte, goede tak erin. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaagd met een tweede premie. Nummer 3 is taken in het studboek met een second premie en star.
Paard nummer 4 is een rassige merrie. Mooi behang erop. Ook voldoende front. Het hoofd is voldoende spreking. Hij is hoogbenig. Voldoende lang gelijnd. We hadden hem graag iets sterker gezien in de verbindingen. Hij mist nog een beetje de bespiering in de bovenlijn. Beenwerk is mooi hard. Heeft veel hardheid. Is wel gehoekt in de achterbeen. De stap, daar heeft hij toch een beetje moeite voor de ontspanning te vinden. Daardoor blijft hij een beetje kort. En mist hij ook de souplesse. Is voldoende correct. De draf, heeft hij ook een hoog ritme. Blijft hij op een voorhand. Daar missen we de draging en de souplesse. Het paard, gezien zijn type en bouw, wordt het opgenomen in het standboek met een derde premie. Nummer 4 is taken in het studboek met een third premie. De vangers maken ons opmerking van dat daar testcijfers bij zitten. Maar we hebben even overlegd, we hebben dat meegenomen. We vinden dat hij toch onvoldoende compenseert. We missen dan toch de regelmaat, de voldoende taktvastheid in de bewegingen. Dus het blijft standboek met een derde premie. Dank u wel. Paard nummer 6 heeft voldoende rasuitstraling, goede verticale hals erop staan. In de bouw heeft hij voldoende sterk in de verbinding, maar we hadden graag iets meer langer gelijnd gezien. Ook in de romprichting hadden we graag iets meer opwaarts gezien. Beenwerk heeft voldoende hardheid, de correctheid in de voorbenen kon iets correcter. De stap voldoende ruimte, voldoende takt, we hadden daar graag iets meer kracht en souplesse gezien. De draf heeft ook goede ruimte. Dan blijft hij toch wat op een voorhand en missen we een beetje de draging. Gezien zijn goede type wordt het opgenomen in een stamboek met een derde premie. Nummer 6 is taken in een studboek met een third premie.
Paard nummer 7, paard met heel veel rasuitstraling, heel veel statuur, de hals staat er mooi op. Oog correct gebouwd, lang gelijnd, goede bovenlijn erin. Beenwerk heeft voldoende hardheid. De gehoektheid in het achterbeen houden is ietsjes gehoekt, maar verder geen problemen. Ook voldoende rechtgesteld. De stap, daar blijft hij een beetje gespannen. Kort mist je eigenlijk de ruimte, de souplesse. Blijft te veel gespannen. De draf compenseert hij wel. Daar komt hij mooi van de vloer. Heeft hij veel ruimte in. Heeft hij goed zweefmoment. We hadden graag nog iets meer souplesse gezien. Het paard wordt opgenomen in het stamboek. En sterverklaard met tweede premie. Nummer 7 is taken in het studboek. Star with the second premie. Thank you.
Paard nummer 8. Paard dat voldoende trastype staat. Mooie verticale hals erop heeft. Een bouw, goede romprichting. Ook voldoende hoogbenig. De lendeaansluiting hadden we graag sterker gezien. Ook de ligging van het kruis hadden we graag iets anders gezien. Het beenwerk hadden we graag iets meer hardheid in gezien. Ook in de voorbenen iets correcter. Als hij vrij nauw de stap blijft ook kort en mist hij de kracht en de souplesse. In een draf waardeert hij zich wel wat op. Komt hij wel voldoende ruimte. Hadden we graag iets meer draging gezien. En iets meer reizende voorhand. Het beenwerk, het paard wordt opgenomen in het stamboek. Het beenwerk en de stap, we houden hem vandaag voor een te premieren. Dank u. Nummer 8 is teken in de studboek without premie. Thank you.
Paard nummer 9. Paard dat goed in het terrastype staat, goede halsvorm heeft. Mocht misschien iets meer luxe opdruk hebben. Bouw lang gelijnd, lange schouder, daardoor een goede romprichting. Kruis is vrij hellend. Beenwerk heeft voldoende hardheid, ook voldoende rechtgesteld. Heeft een hele ruime stap. Ook goede tak erin. De draf heeft hij voldoende ruimte. Dan blijft hij toch op een voorhand. We moeten daar toch iets meer draging zien, iets meer reizen naar voorhand en souplesse zien. Vandaag voor de eerste premie komen die in de bouw en draf toch een beetje tekort. En dat behoudt hem voor die eerste premie te krijgen. Dus hij krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Dank u wel. Number 9 is not invited for the second viewing. Thank you. Heel mooi rassig paard, mooie voorhand, dus veel statuur, ook in de bouw opwaarts gebouwd, dat is wat we graag zien, lang voorbinderen, de lende, ruglende is een beetje strak, kruisen voldoende lengte, beenwerk, fijn beenwerk, ook hard beenwerk, voldoende rechtgesteld,
Dat zijn allemaal positieve punten. De eerste onderdelen, de stap, ja, dan blijft hij toch kort. Mist hij soms ook de takten, de goede aansluitingen. Mist de souplesse, de draf. Heeft hij wel ruimte, maar moeten we toch meer draging zien. Hij blijft een beetje duwen, een beetje op een voorhand. Hij moet er meer in klimmen, meer draging, meer souplesse tonen. Qua type en bouw, zeker eerste premie waarde, maar de bewegingen weerhouden voor een eerste premie vandaag. Dus geen uitnodiging voor de tweede ronde. Dank u wel. Number 10 is not invited for the second viewing. Thank you. Paard nummer 11, een mooie rassige merrie, veel statuur, goede lange hals erop, voldoende hoofduitdrukking, ook sterk gebouwd, lang gelijnd, zijn positieve punten, beenwerk heeft veel hardheid, de afwerking van de sprong hadden we graag iets mooier gezien, de stap, het voldoende kracht, hadden we nou graag iets meer souplesse gezien, en een draf heeft hij heel sterk achterbeen, maakt hij goede ruimte, voldoende draging. Gezien zijn type bouw en draf krijgt hij vandaag een eerste premie en uitnodiging voor de volgende ronde. Dank u wel. Number 11 gets a first premie en invitation for the second viewing. Thank you.
Paard nummer 12. Paard dat heel goed in het rastype staat. Een mooi gevormde hals heeft. Mooi verticaal erop op staat. Ook veel statuur toont. In de bouw is hij sterk in de verbindingen. Goede sterke lende. Ruglijn kon misschien iets sterker zijn. We hadden ook voldoende lengte. We hadden hem graag iets meer opwaarts gebouwd gezien. Beenwerk heeft voldoende hardheid. In het voorbeen staat hij een beetje wijd, maar wel voldoende rechtgesteld. De stap blijft hij een beetje gespannen. Als hij een beetje zijn rust vindt, dan krijgt hij wel de takt en de ruimte erin. In een draf heeft hij heel veel vermogen, goede ruimte erin. We hadden hem graag iets meer opwaarts gezien. Maar hij krijgt vandaag een eerste premie en uitnodiging voor de tweede ronde. Dank u wel. Nummer 12 is gets a first premie en an invitation for the second viewing. Thank you. Hey!
Paard nummer 13. Een paard dat goed in trastype staat. Mooie lange hals erop heeft. Ook veel behang. Ook goed gebouwd, opwaarts gebouwd. Lang gelijnd. Sterk in de bovenlijn. Beenwerk is ietsje schrof, maar wel voldoende kwaliteit. De stap heel taktvast, heel makkelijk. Hij meteen de goede ritme te pakken. Ook voldoende ruimte. De draf heeft hij ook veel ruimte. Goede houding. Hadden we graag nog iets meer activiteit in het achterbeen willen zien. Maar gezien dat dit paard op alle onderdelen heel goed scoort, krijgt hij vandaag, wordt hij opgenomen in het stamboek en met ster eerste premie. Dank u wel. Nummer 13 is taken in het studboek. Star with the first premie. Thank you. We gaan nu verder met de tweede bezichtiging. Daar zijn de Mary's uitgenodigd, nummer 11 en 12. Dank u wel. We continue with the second viewing. The first premies are coming back, the mares, and that's number 11 and 12. Thank you. Thank you.
Paard nummer 11. Zoals hij staat goed in het rastype. Mooie hals erop. Kon net in fractie iets meer luxe hebben voor het plaatje compleet te maken. De bouw, een sterke bouw, toch lang gelijnd. Goede romprichtingen. Beenwerk is voldoende kwaliteit. De stap was een beetje het punt waar we over hebben moeten discussiëren. En daar hadden we hem toch graag iets actiever willen zien. Iets meer doortredend willen laten zien. De draf waardeert hij zich wel op. Heeft hij sterk achterbeen. Heeft hij de goede houding. En vindt hij ook voldoende balans. Dus de stap compenseert hij op andere dingen voldoende voor ons. Dus we maken hem vandaag voorlopig kroon. Nummer 11 is, we make him provisional crown today. Thank you. Paard nummer 12 komt een kroonmerrie. De eerste premie kroonmerrie die voor het allerhoogste predicaat model komt vandaag. Merrie die goed in het type staat, mooie voorhand erop heeft. In de bouw hadden ze graag toch iets meer opwaarts gebouwd gezien. Ook de rug kon een fractie sterker zijn. Lendenpartij is wel sterk. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap vond ze nu ook de ontspanning. Kwam ze iets meer tot rust en ook iets meer vond ze er beter ritme en de ruimte. De draf heeft ook veel vermogen en goede ruimte. Maar willen we er toch voor dat predicaat meer opwaarts zien bewegen. Meer tot dragen komen. Ze blijven een beetje op haar voorhand. Heeft wel veel vermogen, goede ruimte. Maar we willen ze meer opwaarts zien.
iets meer draging erin zien. Dus vandaag goede eerste premie Kroonmerrie, maar geen model vandaag. Nummer 12 is a good first premie Kroonmerrie, maar no model today. Thank you. We zijn tot het einde gekomen op deze keuringslocatie. Ik denk dat alles goed verlopen is. De terreinen lagen er super bij. Ook het weer is ons goed gezind gebleven. Het is droog gebleven. De paarden waren van goede kwaliteit. We hebben hier twee eerste premie paarden kunnen geven van een kleine aantal. Dus de kwaliteit viel ons goed mee. Wij bedanken u voor het kijken. En we gaan verder op een volgende locatie in Bladel. En dat start om 2 uur. Bedankt en tot zo dadelijk. Good day, ladies and gentlemen. We are at the end of this curing site. I think the quality was very good. I hope you enjoyed watching the live stream. And we continue our judging at the other location at 2 o'clock. Thank you and see you later.